Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag kijk ik naar het spelletje Planet Unknown en ik ga dit solo spelen voor jullie. Dus ik heb bijna alles al klaargezet. Ik heb een alternatieve planeet gekozen, Petra of Petra. Hier is geen ijs op te zien. We gaan deze energielijnen gebruiken om misschien vooruit te gaan op het ijsspoor, op het waterspoor. Ik moet nog twee dingen doen, namelijk een doel elimineren. Wanneer je solo speelt, krijg je 4 private objectives. En eentje daarvan kan ik niet gaan gebruiken. Dus mij lijkt het vrij logisch dat ik deze elimineer, want die past eigenlijk niet heel goed bij deze planeet. Dus ze zijn willekeurig gekozen. Er zijn er nog tal van andere. Op het einde van het spel zou ik punten krijgen, die 5 punten, als ik het volledige gebied heb bedekt dat land is en geen water. Maar hier is geen water op deze planeet, dus ik kan die eigenlijk al standaard elimineren. Misschien moet ik een vervangkaartje nemen, want dit is gewoon niet te doen. Of ja, dat is wel te doen, maar dat is quasi onmogelijk op deze planeet. Oké, we kunnen ook voor deze gaan. Maar ik denk, als ik het zo bekijk, dat ik het toch liever niet wil doen. Ik denk dat ik gewoon voor deze 3 ga gaan. Want deze 2 werken goed samen. Ga met je rover tot op maximum, dat moet lukken. En maak ook een groot veld met alle rovers tegen elkaar. Dus dat is een goede synergie hier. Deze moet ik een veld van 3x3 voor tech maken. Dus dat zijn deze grijze tegels. Dat zie ik ook wel zitten en misschien beter dan dit. Dus laat ik deze wegdoen. En dan hebben we nog deze event tech. Dus dat is nieuw als je solo gaat spelen. Dus ik ga ook even de instructies doorlopen. Wil je het leren spelen, dan is dit ideaal om het te leren. Dus je gaat eigenlijk een event tech maken. En het idee is dat je er altijd 20 kaarten moet inspelen, sowieso. Het doel om solo te halen is 60 medailles, maar afhankelijk van hoeveel moeilijkere events dat je erin steekt, kan dat dalen. En als je er veel gemakkelijke events in steekt, moet je meer dan 60 medals halen. Dus bijvoorbeeld, ik heb nu gekozen voor 10 groene doelen, 10 groene eventen. Dus dan komt er plus 6 bij, dus moet ik al 66 halen. Maar ja, ik moet dan nog 10 extra kaartjes toevoegen. En ik heb dan 7... Nee, hoeveel heb ik er weer in gestoken? Ik denk 7 rode, dus dat is min 7. Dus moet ik nog maar 59 halen. Zie je? En dan heb ik ook nog 3 oranje erin moeten steken om aan een totaal van 20 te komen. Dus dat is nog eens min 1. Dus ik moet 58 halen om te winnen. En hoe meer ik dan haal, hoe beter mijn score is. Als ik 5 meer medailles haal dan het doel, dan heb ik excellent work, you've earned a promotion. Dus daarvoor wil ik gaan natuurlijk. Dus dit zijn dus die groene, die oranje en die rode eventen. Maar ik heb mijn deck eigenlijk al gemaakt. Ik weet niet waarom ik die hier nog heb laten liggen. Ik wou jullie het demonstreren. Maar er zit dus van alles tussen. De groene zijn eigenlijk altijd positief, zodat je ergens op vooruit mag gaan of zo. De oranje zijn soms nutteloos, of ja, hoe zal ik het zeggen? Soms zijn die problematisch, maar soms doen die niet zo heel veel. Dat hangt een beetje van de situatie af. En de rollen zijn altijd slecht, eigenlijk. Of ja, dat is niet per se waar. Dit kan nog meevallen. Maar goed, laten we eens een keertje beginnen. Wel, nog niet helemaal. Ik moet deze live pots nog erop leggen en dan zijn we helemaal klaar. Deze mag weg ook nog. Hop. Dus ik heb daarnet aan dit spaceship gedraaid en dit is de willekeurige positie waarin dat we gaan beginnen. Dus ik mag één van deze 2 tegels kiezen en ja, met deze doelen hier voor mijn neus is het heel duidelijk dat ik deze wil nemen. De vraag waar ik die wil leggen is natuurlijk iets moeilijker. Aan de rand, dat moet. En ik wil die waarschijnlijk zo leggen dat ik al klaar mezelf kan klaarstomen voor een 3x3 vierkant te maken. Dus misschien ergens, maar niet te veel van die energielijnen zitten, want die ga ik nog nodig hebben. Misschien zo. Dan moet ik zelfs zie ik dat die er wel tegenaan kan gelegd worden. Eventueel. Ik denk dat we daar wel iets mee kunnen doen. En dan ga ik dus de 2 icoontjes 1 omhoog zetten. Dus de ene is tech, de andere is de rover. Dus dat wil zeggen dat ik op deze tegel aan een rover moet zetten. Eerst moest ik de meteoriet erop gooien. En dan ga ik dus ook mijn rover daar laten starten. Dus dat mag gewoon. Dan heb ik dus al 1 meteoriet. En die staat nu ook naast de livepot. Dus dat is heel goed. Een goede start.
Het solospel is uniek in het gegeven dat ik eigenlijk iedere keer dit één moet draaien. Dus je gaat niet kunnen kiezen. Dus het blijft gewoon één stap per keer gaan. En het tweede, wat ik al ben vergeten, is dat je iedere ronde eerst één eventkaart moet trekken. En dat heb ik dus nu niet gedaan. Dus laat ik dat eerst even doen. Advance Water or Sift Tracker. Water is degene die moeilijk omhoog gaat. Maar Sif is degene die bonussen geeft vrij snel. Ik denk dat ik hier waterval veel bonussen te verdienen. En ik zie ook wel veel water liggen. Dus misschien wil ik daar wel hard voor gaan. Dus laat ik water kiezen. Dus dat had ik eigenlijk moeten doen voor mijn beurt. Dus nu heb ik mijn eerste beurt volledig gedaan. Nu ga ik naar een tweede beurt. Ik begin met deze eentje op te schuiven. En dan een kaart open te draaien. Advance Rover or Sift Tracker. De Rover moet ik van boven geraken. Dus dat is al zeker een goed plan. Laten we dat doen. Eén stap voor mijn Rover wil dat zeggen. Dus ik ga die bewegen naar daar. Roep. En dan heb ik mijn eerste live pot verzameld. Dus dat is gratis. En dan mag ik een tegel kiezen. Ik ga natuurlijk voor deze gaan. En dan ga ik proberen hier toch al dat 9 op 9 gebied. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk natuurlijk om dat hier te creëren. Ja, als ik het zo ga leggen, dan ga ik die live pot bedekken. Ja, ik moet eigenlijk ervoor zorgen, zoiets. En dan kan ik hier het 3 op 3 gebied maken, dus 9 vakjes voor deze te voltooien. En die kan ik uiteindelijk ook nog wel verbinden, denk ik. Ja. Goed, dus dan mag ik 1 vooruit op het techspoor, dan krijg ik een bonus, en 1 vooruit op het roverspoor. De rover, waar wil die dan als volgt naartoe gaan eigenlijk? Wil die naar beneden gaan, of wil die terug naar daar? Ik denk naar beneden. Er komt voorlopig geen grijze meer. Er zijn geen grijzen meer om dit meteen te vullen. Dus ik denk dat ik de rover stilletjes aan naar beneden ga sturen. En dat ik nog tijd genoeg heb eigenlijk om hier tegels aan grenzen te leggen. En dan tech ga ik 1 stap vooruit en dan krijg ik een bonus. Ik kan die op water bijvoorbeeld vooruit gaan. Laten we kijken naar de volgende tegel. Dus dat wordt 1 van deze 2. Dat kan interessant zijn natuurlijk. We willen ook zoveel mogelijk van die rovertegels tegen elkaar leggen. Dus ik zou die kunnen pakken en hier weer aangrenzend leggen. Maar water kan ik niet krijgen tenzij ik energie gebruik. Dus ik moet ergens 1 watertegel leggen en dan moet ik iedere keer de energielijnen gebruiken. Zo zie ik het toch op dit moment. Dus als ik hier water kan leggen, is dat misschien niet slecht. Oké, we gaan dat proberen zelfs. Dus dat wil zeggen dat ik nu misschien dit wil doen eigenlijk. Misschien wil ik gewoon tech meteen omhoog, zodat ik niet altijd adjacent moet leggen. Dat lijkt me eigenlijk wel handig. Nu kan ik dus eender waar op mijn planeet beginnen leggen. Goed, ik draai het weer een kwartslag wil ik zeggen, maar dat is maar een zesde eigenlijk. Oei, een rode. Destroy one collected meteorite. Damn it, daar gaat hij. Dus die is vernietigd. Dus de rode zijn echt wel heel slecht, zoals je ziet. En dan dus deze. Maar waar ga ik die nu leggen? Ik wil dat water, het water met energie verbonden is. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik leg hem zo. Ja. Dat is op zich niet slecht. Dan heb ik eigenlijk alle energie aan de tippen van mijn vingers liggen. Hè? Dus wel nog aansluitend, hoeft niet, maar ik denk dat die daar wel mooi ligt. Ik zou niet direct weten hoe ik hem beter kan leggen. Dus dan ga ik vooruit op de rover. Laten we die nog naar 2 naar beneden laten gaan. Eigenlijk zou die naar daar ook snel moeten geraken. En het tweede zou water zijn, maar water moet je op ijs leggen. En dat is nu niet, daar is nu niet aan voldaan. Dus dan gaan we naar de volgende. Een bonus, gelukkig. Advanced Biomass or Tech Tracker. Tech, ik wil natuurlijk wel naar level 2 gaan. Dan kan ik mijn biomas gaan opslaan. En het alternatief is dus biomas omhoog gaan.
Ik denk dat ik deze snel omhoog wil krijgen, zodat ik extra movement kan krijgen met mijn rover, iedere keer dat ik beweeg. En ook die. Double water advancement from tile placement. Dus, we gaan die omhoog krijgen. Dus we gaan vooral aan tech werken dit keer. Je kan niet op alles even hard focussen, heb ik al gemerkt. Dus nu mag ik één van deze twee tegels nemen. En dat begint al moeilijker te worden. De rover wil ik natuurlijk wel hebben. Maar deze bijvoorbeeld, die zou ik... Normaal mag je niet... Je mag wel testen, maar... Normaal wil ik die hier leggen. Kijk, past er mooi in, maar dan ga ik deze live pot vernietigen. Dus dat is misschien voor later in het spel. Of ja, dan is die al weg, hoop ik. En deze kan interessant zijn met omwille van dit. Dan kan je dus nu eender waar leggen. Dus... Ik kan die proberen met de energie of zo te verbinden met het water. Dat ik dit verbind met de energie. En dan raak ik dus ook aan het water. Hier bijvoorbeeld zou kunnen leggen. Nee, dat is niet waar. hier misschien. Ja, ik denk dat het slim is om aan een uiteinde daarmee te beginnen of zo. Ja, oké. Laten we dat doen. Hier leg je een komeet. Deze is SIF vooruit en deze kan ik dus eigenlijk via het energiespoor tot water brengen. En zo ga ik dus op mijn water vooruit. Maar ik hoef niet per se op water vooruit te gaan. Ik kan via het energiespoor ook, als die ergens anders zou raken tenminste, zou ik dat ook kunnen nemen. Mijn energieterrein is nu gewoon heel groot, dat is het verschil. Ik mag dus niet dit gebruiken, denk ik, want dat is bedekt eigenlijk. Het moet verbonden zijn allemaal, oké. Dus dat heb ik gedaan en het energiewater, dus nog één keer op water vooruit krijg ik een bonus. Volgende. Eens kijken, dit keer een oranje. Rovers cannot move onto energy terrain this round. Wel, hij staat erop. En als hij beweegt, dan beweegt hij niet op energy terrain. So, dus daar moet ik geen specifieke rekening mee houden. Die kan nu ook wel interessant zijn, denk ik. Maar ja, het water is eigenlijk vrij nutteloos, tenzij ik... Nee, dat is sowieso vrij nutteloos hier. Het werkt niet in de omgekeerde richting. Als ik water leg, kan ik niet verbinden met dat, hè. Ja, maar dit kan ik wel gebruiken, natuurlijk. Past die tegel daar goed? Dat is een andere vraag. Misschien moet ik toch voor het vierkante gaan. Maar waar gaan we die leggen? Waar gaan we die leggen? Ja, laten we die toch proberen, hè. Trouwens, hebben we die, dat is ook goed om te weten. Daarmee kunnen we dat gebied nog wat beter maken. Deze, waar gaan we die leggen? Gaan we die hier tegen leggen? Dan hebben we dit wel afgesloten van de energielijn, maar de rest nog niet. Dus dat kan op zich wel goed zijn. Of misschien nog beter als ik het zo kan leggen. Ja, ik denk het wel. Hier komt een komeet op. En dit is nog steeds verbonden met het energieveld. Dus dat is ook goed. Dus dan ga ik één vooruit op SIF sowieso. En via dit kan ik dus weer op water vooruit gaan. En daarmee krijg ik een bonus. En hier, als ik hier echt hoog wil gaan, moet ik dat wel doen. Ja. Ik denk wel dat ik dat moet doen. Of ik kan mijn rover beginnen te verplaatsen. Die mag dit keer wel niet op, op energieterrein. Dus twee stappen kan die niet uitvoeren. Goed, laten we toch maar hier naar level 2 gaan dan. Of hier de bol. Ik denk dat ik dit ga doen. Ik ga hier level 1 nemen en gaan we zo in de SIF kaarten kijken. Misschien zit er wel iets goed in. Metal, gewoon een punt. Gain 1 biomass patch. Dat zou ik meteen moeten leggen. Dat is niet wat ik wil. Advance any one tracker twice. Dat is misschien wat ik wil. Of advance 2 different trackers once. Ik denk dat ik voor deze wil gaan en dan mijn doel probeer te halen. Dus ik heb hier wel te veel gelegd, zie ik nu. Ik weet niet goed hoe solo, of je moet tellen of je met 2 bent, dat je er 3 moet leggen of dat je er maar 2 moet leggen, omdat je 1 moet meer leggen dan het aantal spelers. Dus eigenlijk heb ik nu te veel gelegd, maar dat is omdat ik het spel had opgesteld voor 4 eerst. Oké, voor deze gaan we dat door de vingers zien en we gaan gewoon deze nemen. Maar voor de volgende ga ik er gewoon overal eentje weg doen.
Dus ik zeg, het is me niet geheel duidelijk of je er 2 of 3 moet leggen. Misschien eigenlijk maar 2. Ik ga overal 2 wegdoen. Voilà. Oké. Dus, 2 keer vooruit op hetzelfde spoor. Ik zal hier nog eentje van 1 laten liggen. Ik ga dus 2 keer hierop vooruit. Dus nu heb ik ook dat ik mijn biomass mag opslaan. En ik ben bijna bij de stap waar dat ik iedere keer een extra stap mag bewegen. Dus dat kan heel handig zijn. Goed, over naar hier. Regress Rover of Tech Tracker. Ik heb net de Tech Tracker omhoog gedaan, dus ik denk dat ik de Rover omlaag ga doen. Voorlopig is dat nog oké. En dan heb ik ofwel deze, ofwel deze. Ik denk dat ik natuurlijk voor deze wil gaan. Want dan kan ik hier dat gebied proberen op 3x3 te krijgen. Maar als ik dat doe, moet ik hier wel specifiek een klein tegeltje hebben. Er zijn nog wel opties, die van 2. Je hebt er ook eentje van 3. En je hebt ook de zigzag. Dus dan zijn dat eigenlijk nog de opties die ik daar kan leggen. Maar als ik 3x3 wil bouwen, ga ik dit wel zo of zo moeten doen. Dan heb ik meer ruimte, maar ik ga wel mijn energielijn afsnijden. Wat op zich oké kan zijn. Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Ik denk dat dit gemakkelijker gaat zijn. Of, maar dat gaat helemaal niet. Of dit, dat is ook nog een optie. Dan kan ik ook nog altijd 3x3 maken. Ik zie vooral deze tegel liggen, dat is de enige op dit moment. Die zien jullie niet, ik ga hem even laten zien. Maar dat is de enige waar ik op dit moment iets mee kan doen. Dus als ik die zelfs zo kan leggen, dan ben ik er wel bijna. Maar misschien dat ik daar toch nog efficiënter mee kan omgaan. Als ik nu even mag puzzelen natuurlijk. Als ik deze zo kan leggen, nu. En zelfs deze zo, dan heb ik het. Eigenlijk. Technisch gezien. Dus, dat is een optie, hè. Alleen creëer ik dan, als ik dat zo zou doen, creëer ik wel hier een aantal vervelende gebieden die ik niet meer kan invullen. Dus is het andersom ook mogelijk? Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik deze op een of andere manier... Ja, het is ofwel zo, waarmee ik het hele energiegedeelte ga afdekken. En dan ga ik sowieso nog een derde nodig hebben, maar dan heb ik hier wel dat mooi ingevuld eigenlijk. Toch wel. Dan moet ik er maar 1 biomaspatchje leggen en dan ben ik daarmee klaar. Maar dan moet ik hier ook nogal altijd wel een techterrein leggen. Dus misschien wil ik er me gewoon van afmaken als ik zelfs de kans krijg. Dus laat ik eigenlijk gewoon voor dit kiezen. In ieder geval, ik ga dus hier 1 stap vooruit. En nu kan ik dat meteen toepassen. Iedere keer dat ik rover movement krijg, maak ik er 1 extra. Dus nu maak ik 3 stappen voorwaarts. 1, of ja, voorwaarts, dat valt nog te bezien. 2, 3. Voilà. Volgende. Advanced Rover or Biomass Tracker. De rover is natuurlijk die ik van boven wil krijgen, maar ik weet ondertussen al, ik heb voldoende ervaring om te zeggen van dat kan me wel lukken. Als er tegels blijven komen natuurlijk, want nu is het aanbod van de rover tegels is klein en de watertegels stapelen zich op en daar ben ik niks mee. Dus misschien wil ik er toch gebruik van maken. Of de biomas, en dan kan ik op die manier, als ik nu deze tegel neem, kan ik ook op die joker komen. En dan kan ik dus eigenlijk op die manier op vooruit op het roverspoor. Dat is zeker een optie. Ik denk dat ik dat ga doen. Dus ik ga op de biomas vooruit en dan ga ik hier een tegel kiezen. En dan gaan we deze kiezen. En waar ga ik die nu leggen? Dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Ik kan die proberen hier te leggen. Of ja, proberen. Dat gaat me sowieso lukken. En dan komt er hier weer een komeet bij, dus dan kan ik hier, die allemaal hier gewoon achter elkaar gaan oprapen. Dus dat lijkt me eigenlijk wel goed. Op SIF ga ik vooruit en op biomas ga ik vooruit. Dus dan mag ik kiezen waar ik nog op vooruit ga. Dan ga ik de rover vooruit zetten. En ik mag 3 stappen zetten, omdat ik die tech heb vrijgespeeld.
Alright, dus 1, 2, 3. En dan heb ik deze twee opgeraapt. Zo. Dus deze zijn maar 1 punt waard per 3, maar je kan die verbeteren als je de juiste kaartjes gaat halen. Alright, next. Ik heb ook maar 20 beurten met deze 20 kaarten, want als deze op zijn is het gedaan. Choose to gain a synergy boost or peek at the next event. I've got a bad feeling. Dit is goed eigenlijk. Ik zou niet weten waarom ik naar het volgende event wil kijken. Ik heb nog nooit zo'n goede rode kaart gezien. Dus ik krijg een synergy boost met een rode kaart. Wauw. Dat is zeer onverwacht. Dus, laten we hier nog omhoog gaan. Ik wil die level 4 zo snel mogelijk bereiken. Dus dat is mijn kans natuurlijk. En dan moet ik eens kijken wat het aanbod hier is. Ik zit bijna aan die tegel. Dus die ging ik zo leggen, als ik me niet vergis. Er is niet echt een andere manier om dat te leggen. Dus dat zal wel zo moeten. Dus daar, met dat kleine vakje, ben ik niet per se iets. Dus wat is hier interessant? Gaan we groot gaan? Dan ligt alles wel sneller vol. Ik moet er hier nog 6 van die roovers tegen elkaar leggen. Dus ik moet misschien nog wat plaats overhouden. Goh. Ik wil nog op water vooruit gaan. Dus ik denk dat ik dit wil doen eigenlijk. En ik dacht altijd dat ik het er moet opleggen, maar als ik het er aangrenzend mee kan leggen, is het ook al goed, want het telt als energieterrein. Dus ik zou eigenlijk bijvoorbeeld zoiets als dit kunnen doen. En dat ligt het aangrenzend met het energieterrein, dus dan is dat eigenlijk verbonden met die rover, met het water. Dus ik heb eigenlijk meerdere opties, nu zelfs met de tech kan ik eigenlijk verbinden. Eigenlijk is het wel goed. Dus ik ga sowieso vooruit op SIF en dan via dit kan ik eigenlijk van alles kiezen. Maar wel maar één ding natuurlijk. Dus wil ik mijn rover vooruit krijgen of wil ik toch eerst die tech halen? Ik denk dat ik eerst de tech wil halen. Dan heb ik die zelfs als ik de volgende tegel neem. Double water advancement from tile placement. Dus dat hoeft niet per se een watertegel te zijn. Oké, dus daar gaan we voor. Naar de volgende. En nu hopen dat ik iets goed trek. Add one meteorite to an empty symbol on your planet. Wel, dat is eigenlijk ook weer niet slecht, hè. Op het einde van het spel kan het wel heel slecht zijn. Ik denk niet dat ik hem hier ga leggen. Ik denk dat ik hem hier ga leggen in mijn buurt gewoon. Dat lijkt me het gemakkelijkste. En dan mag ik dus een tegel kiezen. En het wordt deze. En dan heb ik dus één doel waar ik me minder zorgen over kan maken. Namelijk dit, dat heb ik gehaald. Die andere twee, dat is nog een ander paar mouwen. Er komt trouwens ook een meteoriet op te liggen natuurlijk. Dus ik had technisch gezien ook die wel, of ja, deze hier eigenlijk wel, daar kunnen leggen. Want daar moet ik er toch sowieso twee gaan halen. Dus dat ga ik met mijn andere rover moeten doen, vermoed ik. Ja. En dan gaan we dus ook op de biomas vooruit. En dan krijgen we ons eerste biomas tegeltje, dus dat kunnen we op het einde van het spel gebruiken. Ik ga ze hier leggen eigenlijk. Het is niet echt een vaste plaats voor. Ik ga er 1, 2 toch al moeten nodig hebben op zijn minst. Als ik alles wil gevuld krijgen. Dat is een uitdaging natuurlijk. Goed. Advanced Biomass or Sift Tracker. Doe de Sift Tracker maar. En dan gaan we hier eens kijken of er iets nuttig tussen zit. Collect 2 life pods from your planet of 1 metal. Metal. Dus doe deze maar. Dan ga ik, die ligt nog in de buurt, ik ga deze 2 verwijderen. En ja, collect wil zeggen hier opleggen, dus ik score gewoon 2 punten. Dus dat is beter dan 1 metal. En dan heb ik ook weer plaats om hier tegels te gaan leggen. Bijvoorbeeld deze die ik daar straks op het oog had. Dus die kan ik zo leggen. Het nadeel is wel dat het water allemaal niets oplevert. Maar goed, de rover wel. Het water doet niets. Maar de rover, ik krijg een nieuwe en die gaat op deze tegel starten. Laat ik zeggen hier. Die moet uiteindelijk daar geraken. Alright. Volgende.
Gain an extra rover and position it on a tile you place this round. Ha! Oké, okay. Goed dat het een solo spel is en niet een spel met 5 spelers. Oké, okay, ja. Dus dan moet je kijken welke tegel wil ik waar leggen. 1, 2, 3, 4. Ik heb al 4 rovers in dat gebied. Dus als ik die er nog bij leg, dan zitten we al aan 5. Dan zijn we er bijna. Maar. Dit is, ja, dit is weer dat water, hè. Dat steekt me tegen. Hè. Plus die vorm is denk ik ook niet ideaal. Ik kan daar hier wel iets mee aanvangen, maar nu niet om te zeggen dit zou kunnen werken. Maar dan moet ik hier nog ergens een tegel krijgen, of hier een tegel krijgen met een roever op. Ja, er is nog enkel die maar, hè? Maar die past daar wel mooi eigenlijk, dus waarom niet zeker? Ja, ik denk nog veel biomaspadjes gaan moeten verzamelen ook. Dat is de reden dat ik het niet ga doen, eventueel. 3, ik kan er nog 4 verzamelen en ik moet er nu al 1, 2, 3 hebben. Ja, oké. Okay. We gaan het toch doen. Vooral ook omdat de meteoriet dan hier komt te liggen en dat is eigenlijk niet slecht. Alhoewel, ik mag nu ook daar meteen een autootje op zetten, dus ik ga die gewoon daar meteen op laten starten. Ja, dat is wat ik ga doen. Volgende. Gain 1 biomass patch. Ja, je hebt mijn gebeden verhoord. Het zijn er al 2. En ik mag ze zo lang bewaren als ik wil. Maar nu moet ik echt hierop vooruit gaan gaan. Hè? Want anders mis ik alle extra stappen van de water. Het waterspoor dat ik vooruit kan gaan. Dus technisch gezien kan ik deze nu gebruiken. En ga die hier leggen, bijvoorbeeld. En dan is die aansluit. Het water krijg ik niks van. Buiten dan dat er een meteoriet op ligt. Maar dan heb ik deze ook nog. En dan kan ik iets aangrenzend kiezen. En ik ga voor deze technologie gaan. En dan heb ik dus nu de bonus iedere keer dat ik water vooruit ga. Dat is goed nieuws. Tile cannot be placed onto planetary ice. Ik heb geen planetary ice, dus nu is het een voordeel. Daarnet was het een nadeel. Ja, we gaan deze nemen. Hè. En waar gaan we die leggen? Dat is nog de vraag. Kunnen we bijvoorbeeld dat zo leggen? Dan ligt er daar wel een meteoriet. Dat is minder goed eigenlijk. Hè? Dat is iets minder goed. En als ik het hier leg, dan is het afgesneden. Dus ik denk dat ik of zoiets ook hier ook nog wel. Want dan is het verbonden wel met de roever bijvoorbeeld of met het water. En dat is wat ik wil, want dan kan ik 2 stappen vooruit gaan per keer dat ik op water vooruit ga. Door een tegel te leggen tenminste. Is dat interessant, die vorm? Het is niet echt voor dit misschien zo'n tegel. Dat is ook niet echt wauw, hè. Dus misschien dat ik toch gewoon voor dit ga gaan. Ik denk het wel eigenlijk. Maar ja, hier moet dan ook een rare tegel. Ach ja, zorgen voor morgen. Het enige probleem is hier die meteoriet volgens mij. Die ligt een beetje uit mijn zone. Dus nu kan ik 2 stappen vooruit op het waterspoor. Ik had ook op mijn roverspoor kunnen vooruit gaan. Dat begint ook wel dringend te worden, zou ik zeggen. Oké. Okay. Do not advance 1 resource from your tile placement. Wel, dat was beter geweest bij de vorige, want dat water dat kan ik nog altijd niet gebruiken. Dus, waar wil ik niet op vooruit gaan? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik de kleine hier ga nemen. En dan is nog de vraag waar we die kwijt willen, hier bijvoorbeeld.
Dan ga ik niet vooruit op het techspoor, want ik sta er wel goed. Ik ga vooruit op het biomassa-spoor voor nog wat meer patches te verzamelen. Hoeveel rondes heb ik nog? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb nog veel te vullen eigenlijk. Dit ziet er niet zo goed uit. Oké, volgende. Destroy one collected lifepod. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat is gewoon één punt weg. En dan mag ik daar een tegel kiezen. Ik denk dat ik stilaan groot moet beginnen denken. Want ik moet dingen gevuld zien te krijgen. Hè. Maar probeer dit hier maar eens ergens kwijt te geraken, zou ik zeggen. Dit is niet echt een geweldige tegel. Hè. Zoiets misschien. Dus dan ga ik op SIF vooruit en dan mag ik iets kiezen dat, ja, oh wel, de lijn is hier onderbroken wel. Dus ik mag enkel water of de rovers kiezen. Ik denk dat ik stilaan voor de rovers moet gaan. Nee, water mag ik twee stappen en dan krijg ik de bonus, dus kan ik hier op één stap. En dan mag ik beginnen te rijden, want ik heb hier nog veel dat ik moet rondrijden. Hè. Dus laat ik 1, 2 doen. Dan sta ik hier met deze. Ja, ik moet die lifepod gaan halen. 3. Ik ga even de meteoren laten liggen, denk ik. Die kan ik zelfs nog oprapen. Alright, next. Advanced tech or water tracker? Tech of water? Tech of water, tech of water. Doe maar tech, denk ik. Ik denk dat ik deze ook wel wil hebben stilaan, dus laten we tech doen. En dan ga ik deze nemen en dan kan ik mijn zesde icoontje hier aangrenzend leggen. Dus dan heb ik er toch, ik heb er toch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, oké, dus dat is goed. Dan ga ik hierop vooruit. En dan mag ik dus 2, 3 stappen bewegen met mijn rover. Dus ik ga 1, 2, 3 doen. Klaar om die lifepod te nemen. De meteoren zijn ook wel belangrijk om weg te nemen, want als je een rij gevuld hebt, je krijgt normaal daar punten voor, maar als die in de rij of kolom liggen, dan niet. Dus ja, beide scoren punten. Ik moet weer draaien en een kaartje rapen. Het gaat hier heel snel gedaan zijn. Ik heb eigenlijk nog nooit zo weinig gevuld, denk ik. Van SIF of Tech Tracker. Dus SIF of Tech. Ik kan beide doen. Dus als ik hierop vooruit ga, ga ik daarop vooruit. Kan ik terug daarop vooruit gaan. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga vooruit gaan op het roverspoor. 4 stappen. Dus 1. Dan ga ik die ook al verplaatsen naar daar. 2. Dan ga ik deze zetten. 3, 4. Die heeft er dan nog 2 heel diep bij elkaar om op te rapen. Maar ik moet van boven geraken, hè. Dus deze twee zijn oké. Daar heb ik er gehaald. Dus dat maak ik even negeren. Het is enkel die nog een uitdaging gaat worden. Dus de volgende. Nee, ik moet nog een deel kiezen. Ik ben iets te snel nu. Dan kunnen we voor deze gaan best, denk ik. En hier lijkt me dat wel een oké plaats. Dus Sif. En dit is aangrenzend met het energiegebied, dus ik kan kiezen voor water of rover of van alles en nog wat. Ja, ik moet met de rover van boven geraken. Hè. En met het water wil ik graag van boven geraken. Dus laat ik hier de rover doen, dat is 3 stappen, 4 stappen, dus eentje gratis altijd. Dus 1, 2, 3, 4 gaan we doen, dan hebben we dat al. Dan zijn we daar al vrij waard van de problemen. Maar mijn patches zijn niet toereikend. Oké. Okay. Nog drie rondes en dan is het gedaan. Destroy one of your objective cards. Oké. Okay. Gemakkelijk. Voilà, doelen gehaald. Dus ik hoef niet meer per se als een zot rond te rijden. Dat maakt het leven een pak makkelijker.
Maar hoe gaan we het dan invullen? Ik denk dat ik nu moet proberen om zoveel mogelijk de rijen kolommen nog gevuld te krijgen. Dus dit lijkt me geen slecht idee. Alleen het nadeel is dat water doet nog altijd niks. Maar ik moet dingen gevuld krijgen en dat met dat kleine tegeltje gaat dat niet lukken, vrees ik, hè. Dus ja, ik mag wel kiezen waar ik op vooruit ga nu. Dus laat ik zeggen dat ik nu toch wel voor het water ga kiezen. En twee stappen hier vooruit ga gaan. Het wordt nog een uitdaging. Oké, nog twee tegels. Choose one shape from the current depot. Remove all tiles of that shape from the space station. Oké, in het begin van het spel zou het erg zijn. Nu zijn er ergere dingen dan dat. Ik denk dat ik de zigzag ga verwijderen. Alhoewel, dat is weer de energie, maar dat water doet niks. Hè. Ja, ik moet iets verwijderen, dus het wordt deze. En dan ga ik die nemen. En die kan ik mooi hier tussen leggen, waardoor ik misschien toch nog een rij of een kolom kan afkrijgen. Sowieso deze kolom en deze kolom, dus dat is zeker een winst op dat vlak. Maar er komt... Nee, dat is niet waar. Er komt nog een meteoor. Oh wow, ik heb die technologie nog niet gehaald. Ik sta er nog één stap van verwijderd. Oef. En dat moet ik dus met mijn laatste... Dat gaat niet lukken. Oh wel, ik zie wel een manier dat het nog kan lukken, maar... Goh. Vier stappen, 1, 2, 3, 4. Nee, dat is niet genoeg. Het kan zelfs niet lukken. Oeh, dat is jammer. Dus, ja, de laatste. Ik hoop dat het een groene is, op zijn minst. Gain a synergy boost. Dat kan alsnog veel gaan helpen. Synergy boost. Ik zou kunnen zeggen, ik ga hier naar 3 en dan riskeer ik dat daar iets tussen zit waarmee ik op andere sporen ook vooruit geraak. Of op hetzelfde spoor. Ik moet eigenlijk op veel sporen vooruit. Op groen, blauw, op rood 2 keer. Ja, hier. Hier eventueel ook, want op beide tegels zit dat. Dus ik denk, ofwel moet ik dat gewoon nu nemen, ofwel moet ik dat via dat proberen te krijgen. Maar je weet niet wat er ligt. Dus dat is het probleem. Dat is een gigantische gok als ik dat zou doen. Ik ga ervan uit dat dat niet gaat helpen. Dus ik kan best hierop vooruit gaan, zodat ik dat niet meer moet leggen. Of ik leg de tegel ergens waar mijn autootje voorbij komt en ik ga hierop vooruit. Maar zelfs dan, 4 stappen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zou kunnen. Ja, oké. Dus misschien moet ik toch dit gokje wagen en hopen dat er iets uitkomt. Ja, we gaan dat doen. Ik weet niet. Dit is 1 punt. En dit is collect 3 life pods. Ah, dat zijn 2 slechte kaarten. Dus ja, ik ga voor dat ene punt gaan. Dus ja. Ja, helaas. Ik ben niet slim geweest, denk ik. Dan moeten we deze hier proberen te passen, op een of andere manier misschien. Kan ik hier nog een rij mee gevuld krijgen? Die rij kan ik wel gevuld krijgen. Dan is die... Ja, dat is niet erg eigenlijk dat die daar ligt. Hè. Dus op zich is dat zo nog niet zo erg. Dus hier krijg ik de boost. En de boost ga ik gebruiken om rond te rijden. Dus... 1, 2, 3, 4. En dan heb ik dit. En dan kan ik op water 2 vooruit gaan, maar 2 is net 1 te weinig. Dan wil ik misschien toch het liefst de roever nog eens verplaatsen. Ah ja, want dat levert het meeste punten op volgens mij. Dus 4 stappen. 1. 2, 3,
En de vierde maakt eigenlijk niet uit waar hij naartoe is. Ik zal hem hier parkeren. Zo. Dat zijn toch ook nog extra punten van dit, denk ik. Dus want ik heb er hier 3, 6 en met deze twee erbij heb ik er 9. Dus dat is ook weer een extra puntje daar. Zo. En dat was het dan, hè. Ik heb mijn tails gelegd. Ik heb hier nog een vrij grote open ruimte. Maar met die energievelden was dat wel misschien de manier waarop ik het moest doen. Ik heb nu wel nog deze twee patchjes. Jammer van die ene nog. Jammer dat ik hier ook niet ben geraakt. Overal net een beetje tekort. Maar goed, we gaan het direct tellen. Waar kan ik die nog het best gebruiken? Hier zou ik zeggen. Want dat is zo wel iets. En dan kan ik misschien dat ook nog doen. Maar dat is maar voor één punt uiteindelijk. Dus misschien moet ik de twee gewoon hier leggen. Knal in het midden. Dat is 3 punten. Kan ik er meer dan 3 punten uithalen? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Meer dan 3 punten wordt dan moeilijk hier, hè. Dit is wel... Ah ja, nee, dit is een leeg vak. Als ik hem hier leg, is het, dacht ik, 1 punt zo en 2 punten zo. Maar dat is niet het geval. Dus ik denk dat ik ze gewoon hier ga leggen en dan op die manier toch 3 punten haal. Ja, dat zal het beste zijn wat erin zit, vermoed ik. Oké, punten tellen. Dus je kan daarvoor dit gebruiken, natuurlijk. Maar ik doe dat eigenlijk nooit, maar laten we dat nu voor deze keer wel eens doen. Het eerste wat we moeten tellen, of eerst wat we moeten zeggen, is mijn naam. De planeetnaam, Petra. Corporation naam, Universal, oké. En dan, punten van de planeet, de rijen en de kolommen. Zodat we beginnen met de kolommen. Wel, de eerste volledig gevulde kolom is deze. Dus dat is 3 punten. Maar daarna heb ik de volgende twee ook. Dus dat is 5, 7 punten. En hier 8 punten. De rijen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is denk ik eigenlijk het slechtste dat ik tot nu toe heb gehad. Letterlijk het slechtste. Ideaal voor zo'n video natuurlijk als je het opneemt. Misschien omdat ik hem wat meer moest uitleggen. Dan de resource tracks. Ook daar sta ik eigenlijk bijzonder slecht, vind ik. Dus dit is 3 waard. Dit is 4, dus dat is 7. Dit is 1, dat is 8. 9, 10. 11, 12. Ja, dat is middelmatig, zou ik zeggen. Want als ik hier alleen van boven was geraakt, had ik al 10. Maar goed. De lifepods, 5. Ja, eentje heb ik moeten weggooien. Maar ja, ik heb er ook 2 gratis gekregen. En de meteorieten, dus 3 punten. De SIF-kaarten, ja, dat ene stomme puntje nog. En de objectives, eentje is er geëlimineerd. Anders had ik het misschien wel kunnen halen, maar ja, om hier gewoon wat rond te crossen, dat was ook niet nuttig. Dus dat is 10 punten daarvan. En als ik dat allemaal optel, 14 plus 12 is 26, 31, 34, 35, 45. Oeh, dat is... Hoeveel tekort? Ik moest 58 halen en ik heb 45, dus dat is 13 punten tekort. En waar staat het weer? 13 punten tekort. Any sign of other survivors? Bijna een critical fail als ik 15 punten tekort kwam. Ja, toch is het zo. Ik weet niet waar het overal is misgegaan. Maar ik denk, normaal gesproken heb ik veel minder rode kaarten, maar de rode kaarten vielen eigenlijk nog mee, want eentje heeft mezelf nog een boost gegeven, dus dat is niet altijd het geval. Maar ja, deze heeft me wel 1 puntje gekost. Die, ja, ik denk dat ik hier op dat spoor niet had moeten vooruitgaan. In plaats van die 2 stappen te zetten, had ik misschien hier iets moeten doen ofzo, ik weet het eigenlijk niet. Hier, nog 1 extra patchje.
dat had misschien ook weer een wereld van verschil gemaakt. Dan had ik deze nog kunnen hebben bijvoorbeeld. Dat is nog eens 3 punten. Dus ja, het steekt hem soms in de details. Hè. Voilà, maar dat, nu weet je dus hoe je Planet Unknown moet spelen. Bedankt voor het kijken, abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.